Dus welkom bij onze ondertussen 8e webinar, denk ik, rond online leren wat werkt, het thema voor vandaag. In de panellijst zitten een aantal collega's en ik zal ook zelf mijn video even aanzetten, zodat jullie weten wie er achter de webinar schuilhoudt. Dus ik ben Katrien. Ik werk voor Toonnet, technologie ondersteund levenslang leren. En we zijn een onderdeel van Klassement. Daarnaast zit in het panel mijn collega Davy. Davy is van het ICT op Klassement team. Mijn collega Jan, eveneens van Dag, het... Katrien. Ja. Onze webcam staat ook uit, Katrien. Sorry. Ja. Je hebt ons iets te streng ingesteld vandaag. Je hebt inderdaad iets te streng geweest vandaag voor jullie. Dat was niks, ik had toch een bad hair day. Maar bij deze ben ik aan het rechtzetten, Davy. Dus je gaat er toch niet aan te ontsnappen. dus mijn collega Jan. Voilà, daar zijn we. Mijn collega Lien, eveneens van het ICT-team. En Inge Donkervoort van D-Learning in Nederland. Inge en ik geven al jaren, elke maand webinars. Dus ook deze zal iets anders zijn dan de vorige webinars. In die zin dat we een stukje gaan zelf presenteren rond wat is pre-teaching, wat werkt er bij online modules. Het gebruik van video en de mogelijkheden zal Inge voor haar rekening nemen. En dan ook jullie vragen. En die vragen gingen vooral rond het gebruik van sommige tools. Dus dat is ook iets dat we zeker meenemen. Maar dat de opbouw van de webinar is nu iets anders dan de voorbije sessies. Voordat we starten, ga ik jullie heel even een vraagje stellen om te weten van welk onderwijsniveaus hier vandaag allemaal aanwezig zijn. Zou ik jullie willen vragen om even aan te duiden waar je werkzaam bent. Is ook handig voor ons om straks voorbeelden te geven. Dus duid heel eventjes aan. Ook al meegeven dat we ondertussen met 170 mensen deelnemen. Wat toch ook weer een zeer mooie opkomst is en ons veel plezier doet. Dus mensen die nog niet gestemd hebben, stem nog heel eventjes. Uit welk domein dat je de webinar volgt, is voor ons handig om straks ook vragen te beantwoorden. Astrid, dat komt normaal gezien rechts direct op je scherm. Een vraag onderwijsniveaus waar je kan stemmen. Dan zien we dat er het kleuteronderwijs 2 mensen zijn, 52 mensen lager onderwijs, 7 mensen uit het buitengewoon lager, 65 uit het secundair onderwijs, 3 mensen vanuit het buitengewoon secundair onderwijs, volwassen onderwijs zijn met 13, DKO met 2 en andere, vermoed ik, hogeschool of bedrijf of wat dan ook, zijn er 8 mensen. Ja. Als we gaan kijken naar pre-teaching, en die naam wordt heel veel genoemd deze dagen, en op dit moment weten we nog niet wat de Veiligheidsraad gaat beslissen. En gaan de scholen terug open op 20 april of gaat het toch nog verlengd worden? En de bedoeling is, als het verlengd wordt, dat we overschakelen naar pre-teaching. En pre-teaching is dat je nieuwe leerstof mag aanreiken, die dat je dus aanbiedt aan leerlingen. In principe, buiten coronatijden, is het zo dat dat wordt aangeboden aan leerlingen die speciale noden hebben om hen een leerstof op een tweede of een derde of een andere manier te gaan aanbrengen. Nu, naar de coronacrisis toe is dat voor elke leerling, is dat niet alleen voor leerlingen met onderwijsbehoeften, maar is dat voor elke leerling en gaat het dus mogelijk zijn om op afstand nieuwe leerstof aan te bieden. De bedoeling is wel dat die leerstof hernomen wordt wanneer de scholen terug open gaan. Dus dat is zeker een belangrijke kanttekening. Het is niet zo dat leerlingen het het zichzelf helemaal moeten verwerven en dat er dan geen herneming is. De bedoeling is, scholen gaan terug open, dat het dan in het kort toch wel wordt hernomen. Dikwijls een vraag die we ook krijgen is pre-teaching eigenlijk dan hetzelfde als flip in de classroom? Het leunt er heel sterk tegenaan. Het is niet identiek hetzelfde. Het leunt er heel sterk tegenaan. Hè. Je draait eigenlijk het om
dat je nieuwe leerstof thuis geeft en dat je bij Flipping the Classroom de oefeningen in de klas gaat doen. Nu ja, naar gelang hoe lang de coronatijden nog aanhouden, zal het dus eigenlijk in pre-teaching nu beiden zijn. Dat je nieuwe leerstof aanreikt, maar ook dat je de oefeningen thuis zal geven. Dus het is wel een beetje vergelijkbaar met de principes van Flipping the Classroom. Nu, wat werkt er en wat werkt er niet in online? En we gaan dat toespitsen op twee items. We gaan dat toespitsen op als je online modules gaat maken. En anderzijds ook als je gaat werken met video. Ja. Beide zijn mogelijk. Nu, online modules, daar staan wij eigenlijk onder dat je een soort van leerpad gaat maken. Dat bestaat uit teksten, uit afbeeldingen, uit video, een combinatie van... Misschien ook met interactieve oefeningen tussen, maar dat je eigenlijk een soort van pakketje maakt waarbij dat je leerlingen laat zelfstandig aan de slag gaan met nieuwe leerstof en die nieuwe leerstof gaat inoefenen. Nu, ik heb daar ook een aantal vragen voor jullie. En de eerste vraag die ik aan jullie zou willen stellen is, als je gaat online leren in een pakket aanbieden, dus een pakketje waar leerlingen x aantal tijd mee bezig zijn. Zou dat dan iets moeten zijn wat actief is? Of werkt er eerder iets wat dat zeer passief is? Aan jullie de vraag. Stem eventjes. Denk jij dat zoiets actief moet zijn of eerder passief? Hè? Passief van lees die tekst bijvoorbeeld. Ik zie ondertussen ook dat Kevin vragen stelt rond Zoom. Kevin, ik heb uw vraag gezien. Ik ga ze straks meenemen bij de Q&A. Helemaal op het einde, daar zit uw antwoord erin. Er zijn mensen bij die niet kunnen stemmen? Oké, ik zie dat de meerderheid, 85%, aangeeft van actief... En 14% zegt van passief. Ja. Ik ga nog niet zeggen wat het beste is. Ik ga jullie een vervolg laten invullen. Dus het zijn een vijftal vraagjes. Hè. Voor de mensen die het niet zien, ik zal de vraagjes ook even herhalen. Wat denk je dat het meeste werkt? Veel tekst of weinig tekst? Wat denk je dat het beste is? Lange of korte zinnen? Actieve of passieve teksten? Grote of kleine letters, teksten met meerdere kleuren of teksten in zwart-wit. Dus degenen die kunnen stemmen, stem heel eventjes. En blijkbaar gaat daar iets fout. We gaan hem heel even terug starten. En ik vermoed dat jullie geen vragen krijgen. Ja, dus dat is ergens iets. We gaan nog eens de laatste keer proberen om opnieuw te laten komen. En dat lukt niet, maar dat is geen probleem. Dan gaan we het even doen met hand opsteken. Wie denkt er dat je best veel tekst voorziet als je een online module geeft of een leerpad geeft aan leerlingen. Dus wie denkt veel tekst? Die steekt nu eventjes zijn hand op. Ik zie dat er ondertussen wel mensen zijn die toch kunnen stemmen, maar geen probleem. Ik ga de handjes weghalen. Er zijn ondertussen een viertal mensen die denken veel tekst. Ja. Vervolgens, wie denkt dat er gebruik moet gemaakt worden van lange zinnen? Die steken nu de handje op. Ik zie maar één handje komen nu. Wie denkt dat je best grote letters gebruikt?
Dat zijn er heel veel. Ik zie nu 93, 94, loopt nog op. Ja. En dan laatste vraagje. Wie denkt dat je best veel kleur gebruikt? Ik zie ondertussen 73 mensen die denken veel kleur gebruik. Ik ga de handjes weghalen. En we gaan kijken naar de antwoorden. Ja. Nu, als jij actief of passief... Passief gaat zeer moeilijk zijn voor heel veel leerlingen om te volgen. Als dat niet een activerende vorm is, maar als ze en kunnen stukjes lezen, korte stukjes tekst gaan lezen. Dus geen lange zinnen, zoals sommigen dachten. Hè. We gaan... hen uitnodigen om te lezen. En als je grote teksten geeft, dan gaan zij niet uitgenodigd zijn en heel snel ook zeggen van kom, ik klik hier weg en ik ga het niet door de leerstof doorgaan. Dus als je tekst gebruikt, zorg dan dat het een actieve vorm is van teksten geschreven zijn en dat je hen korte teksten aanbiedt. Dus als je bijvoorbeeld, ik heb hier een aantal voorbeelden ingestoken, passief zou zijn, de modules worden normaal gesproken gemaakt door de leraar. Dat is een passieve zin. Als je daarvan maakt, een leraar maakt, dat nodigt al meer uit om teksten te gaan lezen. Ook als je lettergrootte, de grootte van de letter maakt inderdaad ook uit. Veel tekst maakt pagina's onoverzichtelijk. Kleine letters doen dat ook. Dus als je een heel klein lettertype gebruikt, is dat al heel snel dat leerlingen gaan afhaken of willen gewoon al van het lettertype nog niet beginnen met het lezen. Dus best dat je een lettertype kiest, een lettergrootte kiest van 14, om als je teksten geeft, die door te geven. Er waren heel veel mensen die zeiden van heel veel kleurgebruik, net niet. Ja. Probeer daar ook op te letten dat je er geen, en we zeggen nogal eens een cacofonie van kleuren van maakt, omdat je kan best één of twee kleuren kiezen, maar beperk dat. Ja. Kijk ook naar welke kleuren vlot leesbaar zijn voor iedereen op het scherm. Ja. Want er zijn heel veel mensen die tegen deze periode op het scherm gaan lezen. En bepaalde kleuren zijn geen webveilige kleuren. En ook dat kan moeilijkheden geven bij sommige leerlingen. Het is beter om aandacht te vestigen dat je vet of vet en een combinatie met cursief gebruikt, dan dat je overdadig met kleuren gaat zijn. Wat wel handig is, is dat je bijvoorbeeld in de feedback of dergelijke groen en rood gebruikt om aan te tonen van goed bezig of niet. En dan zou ik dat ook niet doen met in feedback dat in tekstjes gaan zetten in groene kleur of in rode kleur. Maar eender dat je bijvoorbeeld een vinkje, een groen vinkje zet of een rood kruisje zet op die manier en de tekst gewoon in het zwart houdt. Ook de lengte van uw zinnen zijn heel belangrijk. Hè. Lange zinnen is veel moeilijker om te lezen, dus hou het kort en krachtig. Lees uw zinnen ook na en schrap overbodige woorden. Plaats een verbindingswoord daarin. Dus schrijf heel beknopt, schrijf actief. En denk er steeds aan dat leerlingen dat meestal op een beeldscherm moeten gaan lezen. En dat een alinea maximum uit 5 regeltjes dan best bestaat. Gebruik ook kopjes. Dus als je documenten maakt, maak gebruik van kop 1, kop 2 en zo verder. Om vooral lange teksten ruimte te geven op het scherm. Probeer daar ook bij steeds rekening te houden dat je niet te veel schuifbalken voorziet. Ja. Want heel veel leerlingen gaan niet merken dat daar een schuifbalk staat en gaan een deel van hun leerstof soms ook gewoon missen doordat er met schuifbalken gewerkt wordt. Visuele ondersteuning is ook zeer belangrijk bij het online leren. En daar hebben we ook een heel grote valkuil bij. Als je een afbeelding plaatst, dat is leuk, maar zorg als je een afbeelding plaatst dat die afbeelding ook wel een meerwaarde biedt. En als die geen meerwaarde biedt, laat die afbeelding weg. Ga geen afbeeldingen plaatsen om een afbeelding te hebben en te denken dat is leuk en dat is mooi, oogt mooi. Maar ga vooral kijken naar, heeft dat een meerwaarde? Heeft die afbeelding een doel bij mijn tekst? En ga dan uw afbeelding ook toevoegen. Als daar geen relatie is tussen uw tekst en uw afbeelding, laat uw afbeelding dan weg.
Ja. Ik zie ondertussen in de Q&A de vraag, wat is een schuifbalk? Een schuifbalk is een balkje rechts van je scherm waar dat je dus naar beneden of naar boven scrolt. Ja. Dus als je bijvoorbeeld een Word-document hebt, dat je ook naar pagina 2, 3, 4 gaat scrollen, dat is een schuifbalk die staat hier aan de rechterkant. Normaal gezien. Ik heb er nu hier geen staan. De indeling van de pagina's is ook heel belangrijk. Als je pagina's geeft, ik heb hier het voorbeeld van Xerte. Xerte is een auteursstoel waar je dus een pakket kan mee maken voor zelfstandig onderwijs. Een van die tips is, wees consequent. En consequent is, als je zaken gaat toevoegen, bijvoorbeeld, wij hebben er altijd voor gekozen in onze handleidingen en dergelijke, van als je een zelfstandig pakket maakt, zet links de instructie, rechts de oefening, of de inhoud. Plaats een video ook altijd op dezelfde plaats. Als je een video invoegt, zet op dezelfde plaats. Als je een opdracht geeft, zet die op dezelfde plaats. Gebruik misschien hetzelfde icoontje telkens om aan te duiden naar leerlingen toe van dit is een opdracht. Dit verwacht ik dat je dat gaat maken. Dus consequent is zeer belangrijk. Een tweede tip daarbij is, breng rust in je schermen. En ga niet je schermen volledig vullen, hebben we er straks al gezegd. Als een pagina er wat leger uitziet, zoals deze, waar heel weinig tekst op staat, dat is absoluut niet erg. Hè. Leerlingen gaan dat veel vlotter verwerken dan dat die pagina overvol staat en dat ze afschrikken van dit is te veel inhoud dat me afkomt. Hè. Maak dan beter enkele pagina's meer dan dat jij het ineens gaat op één scherm gaat aanbieden. Wat we ook zeer zeker aanraden is, ga geen ellenlange stukken bezorgen, maar hou het klein. Hè. En maak misschien 2, 3 onderdeeltjes klaar en bezorg die misschien tegelijkertijd, misschien op 1 of 2 dagen verschil. Maar op die manier, doordat je kleine onderdeeltjes geeft die op elkaar volgen, is het voor hen ook behapbaar. En is het niet van, oei, ik doe dat open en ik moet hier 60 pagina's op mijn scherm gaan doornemen. Knip dat op en als je auteursstoels werkt, maak dan niet meer dan 20 pagina's per item en liefst nog zelfs iets minder dan die 20 pagina's. En een derde tip is, zorg voor een goede navigatie. Hè? Zodat leerlingen heel goed weten van, als ik daarop klik, kom ik daar en zo verder. Dat is ook een zeer belangrijke tip die dat we kunnen meegeven bij het geven van een pakket leerstof. Om aan te tonen, hier hebben wij een voorbeeldje van die tip 1, wees consequent. Uw afbeeldingen, hier staan ze aan de rechterkant. En de vraag in dit geval, dat is een quizje, staat linkerkant afbeeldingen, rechterkant staat de meerkeuzevraag. En voor rust in een pagina ook, heel beperkt kwestietekst, een fotootje ook weer aan de linkerkant. En de navigatie staat hier onderaan bij ons, het huisje om terug te gaan, pijltjes links en rechts. Dus ook dat is belangrijk. Geef hen ofwel paginanummers mee, ofwel benoem het ook, dat zij zien, oké, dit stukje gaat nog 6 pagina's. En hier staat 14 van 20, dus ik weet dat ik nog 6 pagina's bij dit onderdeeltje moet doornemen. Dus maak dat voor hen ook weer die behapbaarheid zichtbaar. We hebben al die tips ook samengebracht in een PDF, dus je kan die ook later, als je die wilt, gaan afdrukken of gaan opslaan. Geen enkel probleem. Een vraag wordt ook, welke software wordt gebruikt voor deze presentatie? De presentatie, dit stuk is opgebouwd in Xerte Online Toolkits. Kom ik ook straks uitgebreider op terug. Ja. Dat zijn ook pakketjes dat jullie kunnen maken voor leerlingen. Xerte is een open source tool die dat we vanuit Vlaanderen beschikbaar stellen voor alle leerkrachten. Maar ook dat komen we straks uitgebreider op terug. Dan geef ik nu heel graag het woord aan Inge en ook de muis Inge, zodanig dat jij ons kan inleiden in het gebruik van video. Oké, ik heb van jou de muis gekregen. Ik deel niet mijn scherm. Nee, ik heb normaal gezien de muis gegeven. Dus jij kan, als jij beweegt, ik ga overal afblijven. Ja, is goed. Nou, ik ga jullie iets vertellen over video. Onder andere, waar kun je ze vinden? Wat kun je ermee doen? Hoe kun je ze bewerken? Natuurlijk allemaal in vogelvlucht. Staan daar overal links bij. Dus je kunt later, als je deze
presentatie hebt, nog even verder gaan kijken als je dat interessant vindt. En over video is ontzettend veel te vertellen. Dus ik ben zeker niet volledig, maar we proberen wat dingen aan te stippen. Soms zal ik ook vragen of jullie nog wat dingetjes willen aanvullen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Katrien, we hadden nog een poll, hè? Die ga ik starten. Als die wil starten, want dat was er juist een probleem. Oh ja, anders doe ik het ook met hand opsteken. Ja. Wie de video gebruikt in zijn lessen? Oh, je doet ze gelijk allebei. Ja. En dit werkt blijkbaar terug. Ja, dit gaat goed zo. Ja, als we dan als we eens een beetje kijken, dan zie je dat gebruik van video in de lessen, dat gebeurt al vaak regelmatig. Een kleinere groep gebruikt het eigenlijk nog nooit, of niet zo vaak. Maar het zelf maken van de video's, dat gebeurt eigenlijk nog heel weinig. Dat snap ik ook wel, want vaak moet je daar wel tijd voor hebben. Maar ik kom daar dadelijk nog wel eventjes op terug. Het hoeft allemaal niet zo heel... Heel mooi te zijn, zeg maar, als je het heel functioneel wil gebruiken. Maar dat zal ik dadelijk nog wel laten zien. Als je video's gaat gebruiken... Even kijken, ik kan niet naar de volgende pagina. Jawel. Wel, oké. Als je video's gaat gebruiken in je lessen, dan... Als je daarmee gaat beginnen, dan zijn er een aantal handvatten waar je aan kunt vasthouden. En Bart Boele van de T2 Campus in Genk heeft daar een hele mooie PDF voor gemaakt. Waar je het een en ander onder elkaar ziet staan. Even kijken. Dus hoe ga je beginnen als je een video, met video gaat beginnen in je klas? Je gaat eerst bedenken, wat wil ik nou eigenlijk delen met mijn leerlingen? En moet het iets actief zijn? Moet het iets, moet de kennis verder verrijkt worden? Moeten ze geprikkeld worden? Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk van tevoren even moet afvragen van voordat je een video gaat delen. Vervolgens ga je kijken, wat is dan het beste geschikt? Is dat wel een video, maar misschien is dat ook tekst, of is dat een podcast, wat tegenwoordig ook heel erg in is. Dan ga je kijken van, kan ik hem al ergens vinden? Navigeren gaat heel lastig. Kan ik hem al ergens vinden? En ik ga dadelijk laten zien waar je allemaal video's kan vinden. En wil je er eentje op maat hebben, dan kun je eventueel die video zelf maken. Nou, vervolgens ga je, als je dat doet, een storyboard maken, want je gaat het natuurlijk helemaal voorbereiden. Zorg dat de video's niet langer zijn dan een minuut of vijf, want meestal is dan de concentratie van de leerlingen wel op. Voor sommigen is dat nog minder, dus hoe kort en krachtig eigenlijk. Maak je een langere video, omdat het niet anders kan, zorg dan dat je interactiviteit er tussendoor hebt, zoals een vraag of dat ze even iets anders kunnen gaan doen, om te zorgen dat ze wel erbij blijven. En als hij klaar is, dan kun je hem publiceren. Daar kom ik dadelijk ook nog op terug. Vervolgens zijn er dus verschillende mogelijkheden om video's te gebruiken. Een webinar, zoals wij nu doen. Je kunt een presentatie maken. Je kunt dus van tevoren je presentatie opnemen. Waar jij bijvoorbeeld voor het bord staat of in de natuur of waar het dan ook over gaat. En dat ga je later naar ze toesturen. Je kunt een screencast opnemen. Dat is wat wij eigenlijk nu ook doen. Hè. Wij nemen deze presentaties op. En daarbij wordt het scherm, in dit geval van Katrien, wordt gefilmd. En later wordt dat met jullie gedeeld. Je kunt een demonstratievideo maken. En dat kan gewoon ook met je smartphone. Dat hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En je kunt een whiteboard video opnemen. En tenslotte hebben we nog de animaties. En de... presentaties met een talking head. Een talking head, dat is een poppetje wat eigenlijk mondbewegingen maakt, waardoor jij jouw stem via dat poppetje naar voren laat komen. Nou, deze PDF kun je hier altijd terugvinden in deze presentatie en kun je zelf nog eens eventjes naar kijken. Nou, waar vind je nu die video's? Er zijn verschillende
platformen, er zijn er veel meer. Dus als, ik zou het fijn vinden als mensen een goede platform kennen, dat ze die even in de question and answer zetten. Dan kunnen we die ook nog toevoegen aan de lijst voor iedereen. Nou, we hebben natuurlijk YouTube. YouTube moet je wel voor aanmelden. Als je een Google-account hebt, dan heb je ook een YouTube-account. Op klassement bij educatietools staan ook allerlei handleidingen om te lezen hoe dat allemaal moet. In YouTube heb je ook een beperkte montagemogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik wil deze video wel gebruiken, maar het begin en het eind vind ik helemaal niks. En dan kun je zeggen, ik wil dat die start vanaf minuut 2 en stopt bij minuut 5. En dat is heel handig, want daardoor kun je ook stukjes uit video's gebruiken. In plaats van dat je de hele video moet delen met je studenten. Dan kun je ook veel gerichter met ze aan de slag gaan. En YouTube biedt ook ondertitels, die kun je er ook bij zetten. Let wel op, en dat geldt eigenlijk voor al die platforms, met de privacy. Soms mag je video's ook niet gebruiken en dan wil je ze bijvoorbeeld embedden, hè, in je leeromgeving en dan lukt dat niet. En dan is dat vaak omdat de maker van de video gezegd heeft dat dat niet mag. Dus daar zijn wel bepaalde regels voor. Nou, we hebben Vimeo, dat is eigenlijk de tegenhanger van YouTube. Het fijne van Vimeo is dat je er veel makkelijker de video's kan beschermen. Dus je kunt zeggen, ik wil deze video's helemaal niet op Vimeo openbaar hebben, maar je kunt ze wel gebruiken in jouw ELO en in jouw werk. Dan hebben we Explania, dat is een... daar kun je ook de video's terugvinden van Vimeo, maar dan gerangschikt per thema. En dit zijn meer geanimeerde video's, dus foto's met animaties erbij die je hier kunt vinden, maar ook instructievideo's en van alles staat hierop. Dan hebben we Wezels Academy. Ik weet niet zeker of dit nog zo is, Katrien. Want toen ik de website weer bezocht van Wezels, toen zag ik dat je alleen als je via Office 365 of via Smart School kwam, dat je alle filmpjes mocht kijken. Ja, dat klopt. Wezels is nu gratis tijdelijk in Vlaanderen. Dus een platform waar leerkrachten video's voor algemene vakken, secundair onderwijs, hebben beschikbaar gesteld. En in principe is dat dus een betaalplatform. Dus kan je er niet mee aan de slag tenzij je 10 filmpjes per maand in de klas kan gebruiken. Maar nu, het coronatijden, is Wezels gratis beschikbaar. En de tegenhanger voor basisonderwijs, ik snap dat. En deze morgen is misgelopen in dit. Ik denk dat Inge en ik een beetje samen aan het werk waren. Want ik had er snap dat Inge zat en is terug verdwenen. Dus stel er zeker ook terug. Ik zal het straks terug inzetten voordat we de presentatie delen. Maar als beide, dus zowel Wezels als ik snap dat, is tijdelijk dus gratis te beschikbaar. Ja, dankjewel. Dan hebben we de TED Talks. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is waar mensen in 18 minuten heel gepassioneerd iets over een bepaald onderwerp vertellen. En die video's kun je ook heel mooi gebruiken in je lessen. 18 minuten is natuurlijk wel lang, dus je kunt dan wel wat interactiviteit tussendoor doen. Maar heel, heel interessant. Dan hebben we Leraar 24. Het is uit Nederland. Daar... kun je ook heel veel video's vinden, maar dat is ook begeleid met allerlei artikelen die je kunt gebruiken. Het is heel breed, het is ook voor alle vormen van onderwijs. En de video's kun je dus embedden op je pagina's. Ze hebben daar onder andere twee mooie video's en dat is onder andere deze, die is geembed. Maar hieronder deze ook, in 5 stappen een goede lesvideo maken als je met video's aan de slag wil. Nou, ik zei net al, de video's hoeven echt helemaal niet zo flitsend te zijn. Ik heb hier nog 2 sites neergezet. Meester Sieger en Meester Joost. Dat zijn 2 docenten in Nederland. Meester Sieger, dat is een scheikundedocent. En die is op een gegeven moment begonnen om zijn scheikundelessen gewoon met de webcam online te zetten. Dat is helemaal uitgegroeid. Hij heeft, ik weet niet hoeveel volgers hij al heeft, 46.000.
waarbij hij scheikundelessen geeft. En dit is voor eindexamen studenten, die dan dus vervolgens ook gewoon hele avonden voor hun eindexamen met een zak chips op de bank naar de video's zitten te kijken. Dat zag ik pas in een praatprogramma. En zo heb je bijvoorbeeld ook meester Joost. En meester Joost is ook weer voor eindexamenkandidaten. Maar om even als voorbeeld te geven, die geeft een geschiedenis. En die, daar gebeurt eigenlijk hetzelfde mee. En als je op internet zoekt, dan zijn er een hele hoop van dit soort docenten die hun lesmaterialen op die manier beschikbaar stellen. Waardoor jij het ook heel makkelijk in je les kunt gebruiken. Ik zie al mooi wat mogelijkheden binnenkomen. Die zullen we in ieder geval voor jullie ook meenemen in de lijst. Dat jullie daar ook naar kunnen gaan kijken. Nou, even een kanttekening. Als je video gebruikt in je lessen. De meeste video's zijn tegenwoordig MPEG of MP4. Maar als je nog oudere video's hebt, dan kan het zijn dat die Flash gebruiken. En Flash wordt eigenlijk al niet meer ondersteund in de meeste browsers. Soms kun je er nog wel bij, maar je kunt het beter niet gebruiken. En sowieso op tablets en telefoons kun je al helemaal die video's niet zien. Dus let erop dat als je nog een video ergens hebt, dat het MP4 is of MPEG. En er zijn ook toeltjes waarmee je dat weer om kunt zetten. Dat laat ik je dadelijk zien. Misschien Inge, heel eventjes. Ik zie in de Q&A de vraag komen, wat is embedden? Oh, embedden is insluiten. Wat je eigenlijk doet, is als je op je website of in je leeromgeving bent, maak je een doorkijkje naar bijvoorbeeld YouTube. Je maakt eigenlijk een venster en in dat venster zie je een filmpje wat eigenlijk gewoon op YouTube staat. En dat noemen ze embedden of insluiten. En als je bijvoorbeeld bij YouTube kijkt, dan kun je ook als je de video wilt gebruiken, kun je gewoon de link gebruiken. Die zie je daar dan staan, maar er staat ook vaak een insluitcode of een embedcode. En als je die gebruikt, dan zie je de video ook op je scherm in plaats van dat je alleen de link hebt. Ja, het voordeel van embedden is ook, en dat is niet alleen voor YouTube, maar dat is voor heel veel toepassingen, is dat leerlingen video zien binnen uw leeromgeving, als je dat binnen uw leeromgeving doet. Ja. En dat zij niet klikken op een link en naar YouTube gaan, want de kans is groot als ze op YouTube komen, dat ze niet meer terug naar uw inhoud gaan. Hè? Want YouTube wil niet liever dan dat leerlingen blijven kijken en dan gaan ze naar andere zaken. Dus als je embed, het insluit in uw leeromgeving, is het enkel dat filmpje dat leerlingen kunnen zien. Ik zag er straks in de Q&A ook voor SmartCool dat ze inderdaad aanraden om het op die manier te doen. Klopt, omdat heel veel leeromgevingen zijn niet geschikt om video te streamen. Dat vraagt meer van een server. Dus vandaar dat het eigenlijk al het tweet is om het te embedden of in te sluiten en op die manier video ter beschikking te stellen. Ja, dankjewel Katrien. En heel veel van die videosites, daar kun je het dus ook embedden. En dat is echt heel mooi, want daarmee verrijk je je leermateriaal enorm. Wat vervelend is bijvoorbeeld bij YouTube, dat je aan het einde van het filmpje krijg je voorgestelde video's. Er is wel een mogelijkheid om dat uit te zetten, ook al maken ze dat wel steeds moeilijker. Maar als je dat wil, dan moet je daar even naar gaan zoeken, naar de handleiding. Ik weet niet, staat dat in jullie handleiding? Katrien, het is een beetje afhankelijk van leeromgeving, hoe dat je het kan doen. Maar we hebben dat zeker. Dus als je dat niet goed weet, laat het ons weten. Dan kunnen we zeker wel daarmee ondersteunen. Nou, een andere manier van video, in plaats van dat je echte situaties filmt of filmpjes daarvan hebt, is natuurlijk animaties. En er is een hele mooie tool, Powtoon. En daar kun je een free account aanvragen. En daar kun je animatievideo's mee maken. Op klassement staat ook een handleiding hoe je dat kunt doen. En allerlei materialen kun je daar vinden om van die animaties te maken. En dat is natuurlijk ook wel leuk in afwisseling op de andere video's. Die platforms die ik net noemde, er waren ook een aantal bij waar je ook video's of animatievideo's kunt vinden. Dus die zijn dan weer net iets anders dan de gewone video's. En zo is er ook GoAnimate en Viont. Dus ook allebei zijn dat platformen waar je animatiefilmpjes kunt maken. Die zijn echter niet gratis. Daar kun je 2 weken gratis gebruik van maken. En dan moet je
ze aanschaffen. En dan is er ook nog Doodly, ook een hele mooie manier om doodles te maken. Dat zijn ook animatievideo's met van die poppetjes die al voor je getekend zijn en dan langzaam getekend worden. Zo'n hand die er dan inschuift. Maar die Doodly en Videoscribe, dat zijn allebei programma's die dat kunnen. Dat zijn commerciële programma's, maar dan die zijn op zich niet zo heel duur. Als je $150 volgens mij kun je voor een jaar al vooruit. En dan kun je mooie animaties meemaken. Dan hebben we interactieve video met H5P. Er zijn programma's zoals H5P en Xetter. Ik zal daar in Xetter ook een voorbeeld laten zien. Waarmee je met op de video die je erin zet, bijvoorbeeld van YouTube of van Vimeo, activiteiten kunt zetten. Ik ga deze even aanzetten. Ik ga het geluid wel uitzetten, maar dan zie je in ieder geval wat er gebeurt. Dus dit is een video die ze in H5P hebben geplaatst. En op een gegeven moment stopt de video en krijg je een icoontje, een lees. En als je daar dan op klikt, dan krijg je een stukje tekst. Nou, als ik dan weer verder ga met de video, en dan moet ik al een heel stuk verder, hieronder zie je ook een tijdlijn, dan krijg ik op een gegeven moment een vraag. H5P, daar kun je oefeningen maken en die kun je dan weer in je leeromgeving plaatsen. En dat kan op klassement, daar kun je de H5P gewoon gebruiken. En dat kan ook, als je Moodle hebt, is er ook een plugin voor. En dan kan die plugin in Moodle worden gezet en dan kun je dat in je eigen omgeving doen. Nou, in dit geval is die weer gestopt, de video, en dan zie je dat er een vraag komt en die kan ik dan beantwoorden. En dan kan ik weer verder met mijn video. Nou, dat is H5P. H5P heeft overigens nog veel meer mooie pagina's die je kunt gebruiken. Behalve de interactieve video. Dit is de mediales in Xetter. Die doet iets dergelijks, maar dan op een andere manier. Ook hier hang je weer een video in. In dit geval hebben we een video van Powtoon erin gehangen. En op momenten dat ik die start, ga ik daarnaar kijken. En gebeurt er op een gegeven moment aan de rechterkant iets. Hij stopt de video en ik krijg een stukje tekst. Vervolgens heb ik dat gelezen. Ik ga weer verder. En dit is ook allemaal, net zoals bij H5P en deze, die interactieve video's om je studenten en je leerlingen actief erbij te houden. In dit geval kun je ook naast deze video nog een andere video zetten. En vervolgens kun je ook nog bijvoorbeeld vragen plaatsen. En dit is natuurlijk ook heel mooi om ze actief te houden. Want ze moeten ze blijven opletten, want anders hebben ze de vraag fout. Nou, ik weet in dit geval dat de titel blauw was en ik kan weer verder gaan. En je kunt het ook zo instellen dat de video niet verder kan als je het antwoord niet hebt gegeven of het goede antwoord niet hebt gegeven. Dan hebben we nog, ik mis een paar pagina's. Zo, hij ging heel snel vooruit. Dus, zoals in het begin ook al vertelde bij de video's, is het ook mogelijk om een screencast te maken van je eigen scherm. Dus dan zit je net zoals ik nu te vertellen over wat er gebeurt op het scherm. En dat is natuurlijk ook heel erg handig om onderwijs te geven op afstand. Daar zijn een aantal programma's voor, gewoon betaalde programma's. Maar je kunt Screencast-O-Matic bijvoorbeeld, is een eenvoudige gratis tool die je kunt gebruiken. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook Camtasia, Screencastify en Jing. Jing is ook gratis, maar Jing maakt bijvoorbeeld geen MP4's. Die maakt een flash video. Dus die kun je in ieder geval op een tablet of telefoon al niet bekijken. Met Screencast-O-Matic kun je ze exporteren als MP4. Verder kun je natuurlijk ook je PowerPoint, want jullie hebben vast een enorme hoeveelheid al PowerPoints vanuit je onderwijs staan. Daar kun je ook een video van maken. Je kunt hem opslaan gewoon als PowerPoint, maar als je kiest voor opslaan als, kun je ook kiezen voor opslaan als video. En op dat moment kun je je PowerPoint beschikbaar maken als video. Je kunt er ook zelfs audio bij opnemen. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde als wat we nu aan het doen zijn.
Nou, heb je dan een video en dat is toevallig geen MP4 of geen MPEG, dan zijn er ook programmaatjes om die video's om te zetten. Ook allebei gratis tools, Format Factory en Zamzar. In dit geval hebben we de link te omgang. Er zijn er waarschijnlijk nog wel veel meer. Maar dit zijn degenen die redelijk goed te gebruiken zijn. En je kiest dan je video, die zet je erin en je zegt ik wil hem omzetten naar MP4. Je moet dan nog wel wat meer instellingen doen. En bij MP4 is het heel belangrijk dat je voor het beeld kiest voor H264. En voor de audio kiest voor ACC. En dat zie je dan vanzelf staan in die lijst. En dan kun je er dus een MP4 van maken. En die kun je dus weer goed gebruiken op de tablets en op de telefoons. En in de browser zonder Flash. Dan kom ik bijna aan het einde van het stukje van video. Dit heeft wel te maken met video, maar ook met allerlei andere online tools. Jane Hart, ik weet niet of jullie die kennen, maar die maakt elk jaar tot voor kort een top 100 van alle educatieve tools die er zijn. En die aangedragen worden. En daar kan dan op gestemd worden door het onderwijsveld. En op basis daarvan wordt die top 100 samengesteld. Sinds 2019 is het een top 200. Want er komen natuurlijk steeds meer online tools bij. Ik heb de link eronder gezet. En het is heel interessant om daar een keer te gaan kijken. En dit is overigens wat hier staat uit 2018. En daar hebben we de audio en video tools die er op die lijst staan neergezet. Dus dat kun je dan bekijken. Maar als je nu naar de top 200 gaat, en vorig jaar ook al trouwens, dan staat YouTube bovenaan als meest gebruikte online educatieve tool. En dat is natuurlijk wel interessant. Maar er staan dus ook nog veel meer andere tools dan alleen videotools. Nou, wil je je nou wat verder gaan verdiepen in bijvoorbeeld video en online leren wat werkt en dat soort zaken. We hebben een project gedraaid. De meeste van jullie zullen het misschien wel kennen. Future Teacher 3.0 met vier partners in vier verschillende landen. Naast Nederland en België waren dat ook Noorwegen en Engeland. En daar zijn 19 modules ontwikkeld voor het gebruik van ICT in de klas. 19 modules basis, 19 modules medium en 19 modules voor experts over bepaalde onderwerpen. En die onderwerpen, bijvoorbeeld aan de slag met video of flip the class of online wat werkt, daar zijn dan die modules gemaakt en die kun je gewoon gratis doorlopen. Je kunt er ook voor kiezen om dat met coaching te doorlopen. Nou, de modules staan sowieso op de website van Future 3.0. Daar moet je je dan voor aanmelden en dan kun je ze ook helemaal maken. Maar de modules worden ook gedeeld op de website van Klassement. En dan kun je eens even kijken van, nou, is dat iets voor mij? Onder andere de module aan de slag met video, als we het over dat onderwerp hebben, is heel interessant. Met allerlei kleine video's wordt uitgelegd van waar moet je nou aan denken, hoe ga je het dan opzetten, hoe ga je het dan maken, hoe ga je het dan produceren. Al dat soort dingen wordt daar verder uitgelegd. Als je op de website van Klassement komt, dan zie je links onderin de hele rij staan met online modules. Misschien dat Katrien het zo even kan laten zien als de tools overneemt. En tot zover het stukje over video. Ik weet niet of er nog dringende vragen zijn voor nu. Ik denk dat de meeste via de Q&A mooi beantwoord zijn. En een aantal die nog niet beantwoord zijn, komen zo dadelijk bij het stukje rond tools en bot. Ja. Misschien nog heel eventjes, nu we hier bij Future Teacher zijn aangekomen. Het verschil vermelden tussen de modules op Klassement en de Future Teacher 3.0 website. Als je hem doorloopt op Klassement, zijn allemaal losse modules. En kan je gewoon aan de slag gaan als je een account hebt bij Klassement. Het grote verschil is, als je het doet op Future Teacher 3.0, dat je kan starten met een intake, een vragenlijst, om je niveaubepaling te doen. Als die vragenlijst is ingevuld, krijg je automatisch een studieroute of een individuele leerroute. En kan je bijvoorbeeld zien van, oké, ik mag starten in de tweede module van Flip in the Classroom, want ik heb al een basiskennis verworven. Dat is op Klassement niet. Dus op Klassement is het enkel de modules die er staan, is het niet intake, leerroute en modules. Dus dat misschien toch wel even bijvermelden.
Ja, dankjewel. En we zijn nog steeds bezig om die modules bij te houden, verder uit te werken. En we hopen in de toekomst nog veel meer modules daaraan toe te kunnen voegen. Dus zeker interessant voor jullie om eens in de gaten te houden. Oké, dan ga ik nu de muis terug overnemen, Inge. Ja. En dan gaan we over naar de vragen die binnengekomen zijn de afgelopen dagen. Ik ga heel even een ander scherm met jullie delen. Dus er zijn heel wat vragen binnengekomen waarvoor denk. Daar gaan we nu uitgebreider op ingaan. Een van de vragen was, of ik heb ze een beetje gebundeld, die allemaal met hetzelfde onderwerp te maken hebben. Er was een vraag van hoe kan ik online bijlessen en studiecoaching organiseren? Welke tools zijn gratis qua privacy het best voor webinars die ik wil geven aan ondersteuners en aan leerkrachten? Hoe kan ik met Google Meet aan de slag gaan? En kunnen webinars voor kleuters? Ik heb ze nu heel eventjes gebundeld. Dus er zijn heel wat tools voorhanden om webinars te gaan organiseren. Laat me dat al eerst eventjes uitklaren. Dus je hebt, als je Smart School hebt, Smart School Live. Is enkel presenteren, dus je scherm delen met leerlingen. Je hebt Google Meet. Voor de mensen die Google Suite for Education hebben, kunnen Google Meet aan de slag gaan. Heb je geen Google Suite for Education, maar wil je het wel, is er op dit moment een versnelde procedure om dat toch in orde te maken voor je school. Whereby is een gratis webinar tool. Jitsi Meet is een gratis tool. Wij gebruiken Zoom. Het staat niet in dit lijstje, omdat Zoom 40 minuten gratis is. En de rest is daar een betaaltool. En bij Zoom heb je een onderscheid tussen Zoom Meetings en Zoom Webinars. De tool dat wij nu aan het gebruiken zijn, is de webinarmodule, waardoor dat je die polls kan gebruiken, die vraagjes, die Q&A zit daarin, dat zit niet in de meeting. Er straks ook iemand in de Q&A van, we hebben heel veel gezien van Zoom en niet veilig en zo verder. Er is een heel groot onderscheid tussen de betalende en de gratis Zoom-versie. Ze hebben ook heel hard gewerkt de afgelopen dagen om te werken aan hun privacy-zaken. Maar je moet een aantal regels in acht houden als je Zoom gaat gebruiken. Helaas, Christophe, moet ik jouw antwoord geven dat het niet onbeperkt in tijd is. Enkel als je alleen in China woont, is het blijkbaar onbeperkt in tijd. Maar hier is het 40 minuten. Misschien dat dat nog komt, maar op dit moment is het na 40 minuten gedaan. Nu, als je Zoom gebruikt, zorg dat je aan de achterkant de instellingen juist hebt staan. Zoals wij gestart zijn er straks van, we gaan uw microfoon en uw audio staat niet aan. Hè? Dat zijn instellingen die je kan doen. Je kan een wachtwoord zetten op de toegang. Je kan een meeting blokkeren van zodra je gestart bent. Dus er is heel veel zaken die je kan instellen bij webinars, afhankelijk van de software dat je gaat gebruiken. Een andere manier... of vraag was ook van, ja, hoe weet ik dat ik niet te snel ga? Op dit moment, tot voor de vakantie, was het vooral herhaling. Nu met de nieuwe leerstof, gebruik daar tools voor, zoals de chatbox. Dat leerlingen kunnen aangeven van, ja, ik snap het niet, of dat heb ik niet begrepen. Heb je een tool die, zoals Zoom nu, handjes omhoog steken? Niet elke tool heeft dat. Bijvoorbeeld Smart School Live heeft dat niet. Afhankelijk van welke tool dat je gebruikt, kan je handjes opsteken, kan je bijvoorbeeld die Q&A gebruiken en zo verder. Maar dan moet je een beetje verkennen in de tool waarmee dat je aan de slag wil gaan. Maar vooral belangrijk is dat je, als je webinars gaat organiseren of live meetings, dat je toch wel heel duidelijke afspraken maakt. Wie praat wanneer? Bijvoorbeeld als wij een teamoverleg hebben, wij gebruiken bijvoorbeeld Microsoft Teams, is de regel, als je niet praat, staat je microfoon uit. Heb je iets toe te voegen, zet je microfoon aan en heb je op dat moment spreekrecht. Heb je gedaan met praten, terug uit. Dus op die manier, dat is al een regeltje dat zeer belangrijk is. Ook met de video, wie mag hem aanzetten, wie niet. Wij hebben er straks bijvoorbeeld gezegd van,
we gaan even zwaaien en onze video even aanzetten om te laten zien wie er in of achter de knopjes zit. Maar dat zijn zaken die je ook achterliggend meestal kan instellen. Gebruik van de chat en de Q&A. Het gebruik van wie mag zijn scherm delen, wie niet. Hè. In de meeste softwarepakketten, zoals Google Meet, ja, kan iedereen dat zomaar gaan delen. Hier kan je dat allemaal gaan afbakenen en zeggen wie het wel of niet mag. Hè. Dat is afhankelijk van de software. Maar maak daar duidelijke afspraken rond. Hè. Sessies opnemen kan bij de meeste. Als het niet kan, gebruik dan een screencast software om het toch te op te nemen. Want leerlingen bekijken dat opnieuw. Ja. Ook al is het zo dat je denkt van, ja, iedereen was er. Uit ervaring weten we dat heel veel mensen toch nog wel eens terug gaan kijken. En misschien niet helemaal, maar ze hebben iets niet begrepen. Dat video staat er. Het is sneller geklikt op de video dan de vraag te stellen aan de leerkracht van, leg dat nog eens uit. Hè. Die drempel is dikwijls ook hoger, zeker nu bij het online lesgeven, is die drempel hoger om uit te komen van, ik heb dat niet begrepen. Tegenover het video terug kunnen bekijken van het live sessie, gaan ze dat veel meer doen. Er zijn nog een heel aantal tips. Een aantal maanden geleden hebben Inge en ik een webinar gegeven. Hoe organiseer je webinars? Hoe plan je dat? Hoe pak je dat aan? Wanneer moet je wat doen? Dus als je straks de presentatie hebt en je klikt op meer tips, kom je in die presentatie van toen terecht, waar je het stappenplan en dergelijke kan terugvinden. Ondertussen zien wij ook dat heel veel scholen en organisaties zelf een afsprakenkader maken. Ik heb er hier twee opgelijst. Eentje voor Google Meet en eentje voor Microsoft Teams. Waar ze zeggen van, microfoon uit, zet uw video uit en zo verder. Maar als je zoiets opmaakt en je geeft dat dan aan leerlingen, dan kan je dus, of weet ze ook waaraan ze zich moeten houden. Ja. Praatbox, ik zag het daar juist ook verschijnen in de Q&A. Praatbox is een tijdelijk initiatief in Vlaanderen, waarbij dat je kan videochatten, videobellen. Je maakt geen account op voorhand, dus je hebt een link. Die link geef je aan de mensen waarmee dat je wenst video te bellen. Zij klikken op die link en komen in uw ruimte. Als je die link eenmaal gemaakt hebt en leerlingen hebben die link en willen onderling, kunnen zij ook onderling gaan spreken zonder jou erbij in, hè, want er is geen account nodig. Het is gebaseerd op de open source webinar software Jitsi Meet. Het werkt vrij goed, want we hebben het ook zelf uitgetest, maar met niet te veel personen. Wij waren met ongeveer 25 en dat gaf toch wel wat reus op de lijn. Maar ik kan misschien ook aan het moment van uittesten geweest gelegen hebben. Maar het is eerder naar een vervanging voor speelplaatsbabbels en minder echt om te gaan live lesgeven. Als je het wilt gebruiken op smartphones, onze collega Bram heeft daarvoor een aparte handleiding geschreven, want dat was toch niet zo makkelijk om het op een smartphone aan de praat te krijgen. Maar met zijn handleiding gaat dat zeer goed lukken. Een andere vraag is, ik ben ondersteuner en hoe kunnen we die live lessen meer differentiëren? Een aantal tips. Hè. Neem leerlingen misschien apart. Hè. Bied hen hulpfiches aan, zoals ik er juist heb laten zien, van wat kan niet. Geef ze extra videomateriaal, hè, de webinaropnames of extra videotjes. Aparte oefenmomenten, dat zijn tips die we toch wel kunnen meegeven. Hè. En dat je ook wel je laat voelen van, ik ben aanwezig, ik ben niet afwezig in die zin van, ik ben bereikbaar, let op, wel tussen bepaalde uren of momenten. Ga niet bereikbaar zijn 24 op 24. Bekader dat ook af en maak ook daar rond heel goede afspraken. Dat leerlingen weten van, ik antwoord op jouw berichtjes dan of dan. Maar op die manier geef je zeker hen ook, of laat je hen ook aanvoelen dat je het wel aanwezig bent. De vraag die ook ons binnenkwam was van, ik had graag een tool waarmee ik als schrijvend kan uitleg geven. Als er vragen komen van leerlingen, bijvoorbeeld een voorafgenomen PowerPoint gekregen hebben, vragen via Smart School Live, maar ik wil dus die vragen die er komen schriftelijk gaan doen. Onze tip is gebruik daarvoor whiteboard software. Er zijn er straks al een aantal aan bod gekomen, maar bijvoorbeeld eentje is, als je Mac-gebruiker bent, is het ingebouwd in het iOS.
Explain Everything is een tool waar je een soort witbord hebt en waar je kan opschrijven. Heb je Google Suite for Education, kan je gratis gebruik maken van Google Jamboard. Dus dat is ook een mogelijkheid om gaan in te zetten als een soort whiteboard. Maar er zijn heel veel tools, dus daar ook geven we jou de linkjes om op verkenning te gaan van hoe kan ik dat gaan gebruiken. Ongeveer dezelfde vraag die binnenkwam was van, ik geef les via Skype en ik gebruik dan een witbord en ik teken mijn op dat bord. En ja, de vraag was van een statief en een webcam aan te schaffen om dat witbord toch maar in beeld te krijgen. Ik denk dat het handiger is om met whiteboard software aan de slag te gaan en ook hier dezelfde mogelijkheden als daar juist even op een rijtje. Wat mijn leerlingen die beperkte digitale middelen hebben, zeer beperkte ICT-kennis. Ik moet elke les sturen naar hoe dat je een bericht stuurt via Smart School, hoe dat je het gebruik maakt van de uploadzone. Maak schermvideo's. Ja. Bijvoorbeeld met Screen Custom-matic, bijvoorbeeld met Open Source, Broadcaster, met Screen Custom-fy. Er zijn heel wat tools voor. Maar als je die maakt, en dat is misschien ook een tip dat we zeker kunnen meegeven, als je nu aan de slag zou gaan en schermvideo's gaat maken of andere video's, dat is niet voor nu alleen. Ik denk dat dat zeker bruikbaar is ook volgend jaar in het kader van Flip in the Classroom dan. Inge heeft daar juist meester Siger en Joost laten zien. Als je merkt hoeveel dat zij hun video's worden bekeken door niet-leerlingen van hun, omdat ze op YouTube openstaan. Je kan ze ook op YouTube verborgen zetten, zodanig dat enkel uw leerlingen via uw leeromgeving ze zien. Dan is dat toch wel gigantisch veel. En gaan leerlingen ook veel meer naar die filmpjes kijken als ze 3 keer aan u uitleg moeten vragen. In dat kader, ik haal er 1 tool uit, maar er zijn heel veel verschillende tools om zo'n screencast te maken. Screencast-O-Matic haal ik hieruit. Waarom? Omdat als je dan je scherm opneemt en je klikt bijvoorbeeld op opslaan of je klikt op een titel geven, dan zien zij waar je klikt door een gele markering. Dus het wordt heel visueel aangeduid in het filmpje waar geklikt wordt. Je kan hem exporteren als MP4, je kan hem ook op YouTube zetten en dan verborgen of publiek, afhankelijk van je wenst, en dan ook weer naar de leeromgeving te gaan. Je hebt geen account nodig. Je kan video's maken tot 15 minuten, maar zou ik zeker niet aanraden, beperk je tot video's van 5 tot 8 minuten en niet langer. Leerlingen gaan ook sneller doorspoelen of doorkijken in plaats van het uit te kijken, dus let daar ook mee op. Screen Custom-fy, heb ik er juist ook genoemd, is een add-on in Google Browser, in Google Chrome. Maak maar filmpjes van 5 minuten. Dus daar heb je die beperking. Maar ook dat is meer dan voldoende. En dan komen ze in je Google Drive. Maak jezelf video's. En je zegt van, ik heb video's, maar ik geef bijvoorbeeld een praktijkvak. En ik moet heel sterk in- en uitzoomen op mijn video's. Dan is Screen Custom-fy of Screen Custom-matic natuurlijk geen optie. Omwille van dat dat geen schermopname is, maar een video gemaakt bijvoorbeeld met een smartphone, een tablet. Dan is bijvoorbeeld Active Presenter een hele goede tool, omdat je daar heel veel kan in- en uitzoomen. Ik heb het 2 jaar geleden gedaan met leerkrachten mode die een bepaald kledingstuk aan het maken waren en heel fel moest in- en uitzoomen, hè, want dat is niet zo goed zichtbaar als je daar een naad gemaakt hebt en zo verder. Dus dat zijn zaken die ook zeker kunnen. Maar naar die zaken is beter om Active Presenter te gebruiken. En Active Presenter is een programma dat je zowel op Mac als op Windows-PC's installeert. En de gratis versie is daar ook voldoende voor. Ze hebben ook een betaalversie, maar de gratis is meer dan voldoende. Een andere vraag die ons toekwam was, ik geef les met ingesproken PowerPoint. En als ik die dan als video opsla, of moet ik die als voorstelling geven? Nu, als dat ingesproken PowerPoints zijn, kan je dat best als video doen. En die kan je best verkleinen. Hè. Ik heb daar een linkje gelegd van hoe dat je zo'n video vanuit PowerPoint verkleint. En dan geef je het MP4-bestand. Maar zoals er straks gezegd, is het niet zo ideaal om MP4-bestanden via leeromgevingen te gaan uploaden omwille van de bestandsgrootte. Dus beter is om het te zetten op YouTube en dan verborgen te zetten daar. Of Vimeo, de tegenhanger.
eventueel als je SharePoint hebt, op SharePoint te zetten en het linkje in je leeromgeving via Google Drive of via WeTransfer. WeTransfer is een mogelijkheid om bestanden die kleiner zijn dan 2 gigabyte gratis te versturen. Dat is ook een van de mogelijkheden. Er straks ook al een aantal keer in de Q&A zien passeren als Inge vroeg van videomateriaal, waar vind je het? Het Archief voor Onderwijs, sinds kort initiatief van MIMO. Voor Vlaamse leerkrachten was dat al lang beschikbaar, maar was het enkel beschikbaar via voor klassikaal gebruik en je moest inloggen in de klas en kon dan een video gebruiken. Nu tijdelijk is het ook beschikbaar via Smart School voor leerlingen secundair onderwijs. Tijdelijk is dat gratis, dus waarschijnlijk naar september toe zal dat ook een betaalmodule worden om die video's bij leerlingen te krijgen. Heb je video's, dus de video's die erop staan zijn vooral van de openbare omroep VRT Canvas. Vind je er nog niets op en heb je gezegd van ja, ik weet dat het dan is uitgezonden, kan je ook aanvragen om het versneld toe te voegen. Dan doen ze dat ook. Een andere vraag was, welke adviesbronnen heb je rond psychosociale ondersteuning bij online leren en vooral dan rond gemotiveerd zijn? We hebben daar 3 zaken rond. Enerzijds, afstandsleren, hoe pak je het aan, is een dossier op klassement. Wat is e-leren? Hoe kan je motivatie? Wat is jouw rol als leerkracht daarbij? En de website van het project IWT ALO. En dan ga ik het ook heel eventjes met jullie delen. IWT ALO is een Adult Learners Online, is een project geweest voor het volwassenenonderwijs, maar is zeker ook bruikbaar binnen andere onderwijsniveaus. Je kan daar een login op aanmaken of gewoon inloggen met Google. Dus ik ga nu heel eventjes inloggen met mijn Google-account. En dan kom je op het project. Het was een onderzoek dat gelopen heeft tussen de universiteiten UGent, KU Leuven en VUB. En dan merk je dat zij praten over 7 bouwstenen voor online leren. Zij praten ook, dus dan vind je de 7 bouwstenen. Pas uw leermaterialen aan de leefwereld van de studenten. Zorg voor flexibel leren, wanneer ze kunnen leren in eigen tijd en tempo. Zorg dat het interactief is en die zaken. Een andere is de rollen die jij als leerkracht neemt. Dat zijn toch wel iets andere rollen dan dat je gewoon voor de klas staat. In die zin, je hebt hier een ontwikkelende rol. Welke leermaterialen bestaan er? Moet ik zelf iets gaan maken? Is het er en moet ik het aanpassen? Zo van die zaken zijn nu meer aanwezig dan dat je in een klassikale situatie zit. Ook het sociale rol is nu nog meer dan dat je in de klas, omwille van dat die barrière er is achter de computer, het online gedeelte. En hier hebben ze ook een onderzoek gedaan naar begeleiden en ondersteunen. Rond het motivatie hebben zij een klastool ontwikkeld, rond zelfregulering en zo verder. Dus rond het motiveren van leerlingen, ga zeker op deze website eens eventjes kijken. En dan zal je daar nuttige informatie terugvinden. Tips en tricks voor online leren, ook een belangrijke. De Open Universiteit Nederland heeft daar deze infographic voor gepubliceerd de afgelopen week. Enerzijds, ja, tijd, energie, samenwerking voor docenten. Ik denk nu nog meer dan ooit dat het belangrijk is om samen te werken, om te kijken wat bestaat er, kunnen we hier samen iets van maken. Het hoeft niet altijd flashy te zijn, hetgeen wat je maakt. Ja. Dus daar willen we ook mee zeggen van, wees tevreden met hetgeen dat je nu op dit moment kan doen. Je kan niet hele lespakketten beginnen maken op korte tijd. Dat lukt gewoon niet. Hè. Maar zorg voor een heel goede structuur. Werk in teams met je collega die eventueel hetzelfde vak heeft of over scholen heen. Bekijk wat daar mogelijk is. Gebruik een activerende didactiek. Hebben we er straks uitgebreider over gehad. Hè. Ga ook niet met heel veel tools aan de slag. Beperk u daar ook in. De tijd is er niet voor om heel veel te gaan proberen. Beperk uw keuze in tools en probeer ook alles te bundelen via uw leeromgeving. Daar kom ik straks ook uitgebreider op terug. Zorg ook voor een regelmaat in die plannen, wanneer opdrachten komen. Spreek ook af met collega's, dat leerlingen niet overdonderd worden. Als een nieuwe leerstaf aangeboden wordt, is de bedoeling dat leerlingen lager onderwijs
het advies is om ze hun beneden de 8 jaar een uur per dag laten te werken. Als zij tussen 8 en 12 2 uur per dag en boven de 12 maximum 4 uur per dag. En het is intensiever voor hen om als ze alleen aan de slag zijn, zelfstandig aan de slag zijn, dan dat zij in klasverband les volgen. Belangrijk is om hen te motiveren, die duidelijke afspraken, die ik er straks ook al heb aangehaald. Zorg dat je als leerkracht beschikbaar bent, maar maak dat ook afspraken, wanneer ben ik beschikbaar en hoe gaan we dat doen. Zorg voor feedbackmomenten en probeer ook een gezond dagritme en dat je aan die aantal uren die vooropgesteld zijn, niet erboven gaat. Ook een vraag was, ik heb al gemerkt dat ik enkel in smartschoolomgeving moet blijven voor de eerste graad BSO en TSO, maar dan schiet er niet veel over. Google Classroom lukt niet om in te loggen. Nu, er is een link mogelijk tussen smartschool en Google Classroom als je de G Suite for Education hebt, zodanig dat voor hen knopjes zijn en niet dat ze apart moeten inloggen, dat er één login is, dat smartschool en Google Classroom aan elkaar gekoppeld zijn. En ik denk dat het zeer belangrijk is, en daarom heb ik de grote poort erbij gezet, dat je één poort hebt en die poort is uw leeromgeving. Ik heb er daar 4 opgesomd, maar er zijn veel meer leeromgevingen. Dus Moodle, Canvas, Google Classroom, SmartSchool. Dat is de toegang. Daar gaan uw leerlingen of uw cursisten of uw studenten in. En dan is de bedoeling om zaken aan te bieden, zoals YouTube, kan je in elk insluiten of in beide, hebben we er straks al gezegd. Die H5P die er straks aan bod gekomen is, kan je embedden. Ja. XRT, kan je embedden. Zodanig dat leerlingen enkel moeten klikken en niet nog eens moeten inloggen. Ja. Want ook dan is het belangrijk dat je weet dat als er accounts moeten gemaakt worden en leerlingen zijn onder de 18 jaar, dat ouders toestemming moeten geven om die tool te gebruiken. Ja. Wat dan niet altijd mogelijk is nu. Of dat via de schoolreglementen moet gaan. En als het volwassenen zijn, moeten zij zelf willen werken met die tool en toestemming geven. Ja. Ik zag net ook dat Karin vroeg, van, zijn er tijdslimieten voor volwassenen? Ik denk dat je zeker niet meer dan 4 uur per dag mag overgaan. Ja. Je moet ook rekening houden dat iedereen op dit moment zaken combineert van werk, privé, telewerken, kinderen en zo verder. Dus ik denk dat dat zeker moet in de gaten gehouden worden. Ja. Wieso's kan je niet embedden is met een link, dus dat kan niet embed worden. Een andere vraag is, ik heb zelf weinig computerervaring, ik kan me redden, maar daar blijft het ook bij. We hebben binnen Klassement een hele lijst ondertussen met eenvoudige tools opgesomd en ook een heel korte uitleg daarbij. Dus ga daar ook zeker eens kijken, maar nogmaals, beperk u tot het aantal tools en ga niet met alle tools experimenteren op dit moment, want dat lukt niet. Hoe kan ik leerlingen van tweede leerjaar het best ondersteunen via afstandsonderwijs? Bijvoorbeeld eerst een uitleg via een videocall, een live sessie. Daarna hen zelfstandig laten oefenen. Met een werkblaadje in een boek, als ze boeken gebruiken, of online. Maar zorg voor ondersteuning met een hulpkaart. Zorg voor verbetersleutel en zorg voor feedback, want dat is zeker belangrijk. Ook daar vind je tips over nieuwe leerstaf binnen Klassement, dus die hebben we ook opgelijst. Hoe differentiëren als je online? Ook daar start met een video eventueel, dan met oefeningen. Wie de nieuwe leerstaf niet begrijpt, kan dan terug naar de video gaan of kan jou raadplegen om extra uitleg te krijgen. Misschien ook een nieuwe videochat of gebruik maken van breakoutruimtes als je tool dat toelaat om leerlingen individueel kort te spreken en te zien van zijn ze mee of moet ik hier bijsturen. Maar dat hangt natuurlijk af van de keuze van de tool waarmee je live sessies zou doen. Wat met praktijkvakken? Ook daar zijn een aantal zaken. Ik zie regelmatig op mijn Facebook bijvoorbeeld van de plaatselijke bakkerschool dat leerlingen thuis een aantal recepten uitvoeren en foto's doorsturen naar de school en zij zetten dat dan op een Facebookpagina. Dus dat zijn zaken. Een andere website is VDAB EduTube. Ik zal er ook naar toe gaan. Waarbij dat er heel wat video's zijn beschikbaar gemaakt. Je moet niet letten op de cijfertjes rechts. Hè. Die zijn voor mensen die binnen VDAB werkzaam zijn. Maar ze hebben hier voor heel wat zaken mappen gemaakt. En als je dan bijvoorbeeld klikt op de map goederenbehandeling, klik er nu maar eentje aan.
nog eens doorklikt, magazijnen, interne transport. En je gaat door, om een duur kom je bij de video's en de video's staan ook op YouTube, maar dan ga je ze veel minder snel vinden. Dus je kan veel beter naar YouTube gaan en van YouTube naar YouTube om het filmpje te halen. Dus die filmpjes staan ook openbaar en kan je gebruik van maken. Een andere vraag was, ik geef les in een eerste leerjaar en ik zie dat ze gebruik maken of een filmpje maken met bordplannen uit Kinsey. Maar de bezorgdheid is van, ja, hoe kan ik zien dat leerlingen opdrachten maken, dat ze wel correct uitvoeren. Ik denk dat je daar best gaat naar digitale oefeningen. En digitale oefeningen die zichzelf verbeteren. Ja, dat kan op verschillende manieren. Ik heb hier 2 tools of 3 tools eigenlijk opgelijst, maar er zijn er heel veel. We kunnen ook niet alle tools in deze sessie aan bod laten komen. Dus we maken een filter. Learningapps.org is zo'n tool die kan gebruikt worden. H5P is er straks aan bod gekomen. Er zitten ook heel wat mogelijkheden in. Quizzes is een mogelijkheid die je kan gebruiken. Waar dat heel veel oefeningen al vooraf in zitten, is een beetje tegenhanger van Kahoot. Maar je kan zelfstandig aan de slag gaan. Al dan niet kan je opvolgen wie er gewerkt heeft. Als leerlingen ook een account daar hebben. Als ze geen account hebben, kan je wel zien hoeveel er keer geoefend is, maar niet wie. Je kan bijvoorbeeld ook een Google formulier maken dat als toets gebruikt of als zelfevaluatie gebruikt wordt met een verbetersleutel en zo verder. Er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen. En op die manier toch wel een beetje controle te hebben. Mensen die Kinsey niet kennen, Kinsey Kids is kant-en-klaar materiaal voor het lager onderwijs, is gratis, gemaakt door allerlei leerkrachten. Kinsey is de software waar het mee gemaakt wordt, die is nu tijdelijk gratis, maar is normaal gezien betalend. Dus daar kan je ook wel gaan kijken naar welk materiaal vind ik hier en kan ik het hergebruiken. Zoals er straks gezegd, H5P heeft heel wat oefeningen aan boord. Interactieve video is er juist al gezegd. Het verschil tussen H5P en EducaPlay is dat EducaPlay een beperkt aantal oefeningen kan. En die staan ook rechts van de video. Bij H5P komen ze op de video. En je kan zodanig instellen dat de oefeningen op de video moeten beantwoord zijn alvorens ze verder kunnen gaan. Wij bestellen dat vanuit Tonet ter beschikking voor alle leerkrachten in Vlaanderen met een klassementaccount. Wat er gemaakt wordt binnen H5P is ook openbaar voor andere leerkrachten die een account hebben. Dus je kan het allemaal gebruiken, het materiaal waarom al door anderen gemaakt is. Of dat het ook aanpasbaar is, beslist de maker zelf. Je kan ermee aan de slag gaan, je kan ook eens gaan kijken. En we hebben uiteraard ook een handleiding hoe dat je aan de slag kan gaan. Een interactieve video is maar 1 soort oefening die bestaat. Voor bijvoorbeeld Smart School zet je dan een linkje in Smart School en dan kunnen leerlingen ermee aan de slag gaan. Heb je Moodle, heb je Canvas, dan kan je ook de plugin installeren waardoor dat je op die 2 pakketten al kan zien wie heeft ze gemaakt, wat zijn de resultaten en zo verder. Voor bijvoorbeeld Smart School kan je wel vragen, geef mij of maak een print screen van uw laatste scherm en stuur mij dat door via de uploadzone. Dat kan wel, maar je hebt geen connectie met het puntenboek binnen Smart School. Quizzes is er juist ook, ik ga er niet op klikken, want ik zie dat we al een beetje uitlopen. Ik heb nood aan een vlot Smart School, dus je kan Smart School... Als je aanmeldt op je eigen Smart School, dan vind je ook daar handleidingen van hoe taken en uploadzone kan gebruikt worden. Voor het feedback geven is bijvoorbeeld Kaizena een leuke tool. Omdat je dan, dat is een plugin voor Google, waarbij dat je dan documenten kan zichtbaar maken. En je kan auditief of je kan ook schriftelijke feedback geven. En je kan het ook vragen, peer feedback, aan leerlingen, dat zij op elkaar gaan feedback geven. Dus dat zijn documenten op die manier. Uiteraard, als je peer feedback, hebben zij ook de add-on Zena nodig om te kunnen meewerken. Maar het is ook een gratis toepassing. Voor talen is bijvoorbeeld ook Flipgrid een heel interessante. Is een afgeschermd platform waar je aanmaakt als leraar. En zij kunnen daar video's van maximum 5 minuten op posten. Op dit moment is het 10 minuten geworden tijdens coronatijden. Maar standaard is het 5 minuten. Bijvoorbeeld kan je dat gebruiken ook, ik weet dat er een aantal kleuterjuffen hier aanwezig zijn, dat zij bijvoorbeeld werkje geven, bijvoorbeeld maak een paas
tekening of welke meer. En als ze een foto of een filmpje moeten maken en dat posten op Flipgrid. En op die manier is er ook weer dat contact tussen leerkracht, leerlingen, in dit geval tussen de kleuters allemaal, want ze zien dan ook de filmpjes van hun mede klasgenootjes. En op die manier is er toch ook wel een leuke interactie, wat zeker ook haalbaar is als je dan aan ouders vraagt om dat filmpje even te maken op flipgrid.com. Nog een andere vraag was, ik wil een bordschema in PowerPoint gebruiken om je pagina en een beetje storyboard. Er zijn heel veel zaken die kunnen. Ik heb ze gebundeld, dus digital storytelling, hoe pak je dat aan? Welke tools kan je daarvoor? Poundtoon is er straks ook al aan bod gekomen, kan hier perfect voor gebruikt worden. Een andere waar ik nu aan denk is ook Movly, die daarvoor gebruikt kan worden. Xerte kan daarvoor gebruikt worden. Er zijn heel veel tools om een storytelling te gaan maken. Xerte is al een aantal keer aan bod gekomen, dus de eerste presentatie was daar ook in gemaakt. Is een combinatie van tekst, afbeeldingen, video, interactieve oefeningen. Dus zoals gezegd is dat beschikbaar met een klassementaccount. En je kan daar ook een adaptief leerpad of leerroute in maken, zodanig dat je op basis van bijvoorbeeld een meerkeuzevraag leerlingen die het snappen doorstuurt naar extra oefeningen, anderen naar herhalingsoefeningen, nog anderen misschien naar nieuwe leerstof. Xert is een auteurstoel. Dus dat betekent dat een aparte tool is, maar die wel samenwerkt met leeromgevingen. Ja. Afhankelijk van de leeromgeving die je gebruikt, zijn er mogelijkheden om dat te integreren. Bijvoorbeeld voor SmartSchool kan je het integreren met de link. En op het einde, als je het juist instelt, kan je een resultatenpagina toevoegen. En de resultatenpagina is de bedoeling, als zij oefeningen maken, dat er op het einde een volledig overzicht komt van welke oefeningen gemaakt, goed, niet goed gemaakt, welke fouten ze gemaakt hebben. Ze kunnen dat downloaden in PDF en dat kan doorgestuurd worden via de uploadzone. Dus op die manier heb je enerzijds een overzicht van hoe lang hebben ze eraan gewerkt, wat hebben ze gedaan, welke oefeningen zijn goed gelopen, welke minder goed. En je kan op die manier ook weer remedierend aan de slag gaan en feedback gaan geven. Gebruik je leeromgevingen zoals Canvas, Moodle, misschien nog andere, dan kan het zelfs zo zijn dat er communicatie met het puntenboek mogelijk is. Dus dat kan. Je kan ook, want ik zie in de Q&A nu komen, gaat dat ook via Teams. Je kan Xerte gebruiken via Teams met een link. Ja, en net hetzelfde als SmartSchool, dat je dan vraagt om hen het pdfje door te sturen met de resultaten. Dus dat kan perfect lopen. Werk je zelf met Moodle of met Canvas? Ik ga het nu niet dieper op ingaan, want dat zal ons te ver leiden. Maar dan zijn er andere mogelijkheden om die resultaten binnen te krijgen in het puntenboek. Dus dan neem je best eventjes contact op. Iemand zei er straks ook van, de leercurve is iets steiler. Dat klopt. We hebben handleidingen klaar staan hoe dat je aan de hand van een Xerte-leerpad leert om Xerte te werken. Maar we hebben ook schablonen. Dus eigenlijk als je flippende classroom wilt gebruiken, videolessen, is het een infopatroon dat erin zit. Voor bijvoorbeeld kennisoverdracht zit er eentje in. Voor een formatieve toets zit er eentje in. En zo verder. Dus dat bestaat en kan mee aan de slag gegaan worden. Maar het is inderdaad een iets hogere leercurve dan bijvoorbeeld om te starten met quizzes. Ja. Welke apps kunnen ze gebruiken om Word-documenten in te vullen, PowerPoint-voorstellingen bekijken? Voor elk Android of iPad, er is Word online, er is PowerPoint online voor als je dus gebruik maakt van Office 365. Werk je met Google, is er in Google Suite ook apps beschikbaar voor Google Docs voor presentaties. En zijn het mensen die geen van beide beschikbaar hebben, is er ook LibreOffice om toch wel de documenten die jij aanlevert in Word of PowerPoint te kunnen bekijken. Hoe kan ik mijn leerlingen begeleiden om zelfstandig te studeren? Voor de kleuters en de buitengewoon onderwijs zijn er bijvoorbeeld taakdozen om planningen te maken. Zijn er stappenplannen rond leren leren? Dus een heel thema uitgewerkt rond zelfstandig aan de slag gaan. Dus ik zou zeggen, ga daar zeker eens kijken welke informatie dat je daar kan op terugvinden.
Ook dit, ik wil leerlingen of kleutertjes van 5 jaar oud naar een online les, wat zeker mogelijk is in een live sessie. Maar er zijn nog veel meer zaken. Onze collega Nicolas heeft bijvoorbeeld in Google Sites een heel eenvoudig leerpadje gemaakt voor het eerste leerjaar, waarbij hij gebruik maakt van afbeeldingen, video ingestoken heeft en oefeningen van learning apps. Dus dat kan je ook zeker bekijken. Sophie vraagt in de Q&A, is BookWidgets een alternatief voor Xerte? Ja, BookWidgets zijn een alternatief, maar BookWidgets is betalend, Xerte is gratis. En Xerte is toch wel iets meer al uitgerust naar het adaptieve, naar het gepersonaliseerd leren dan BookWidgets. Dus bijvoorbeeld met Xerte kan je ook, als je dit antwoordt, moet je naar daar gaan en BookWidgets en koppelingen maken dat met BookWidgets iets minder kan. Bewegingspalletjes voor kleuter, ook daar heb je een hele reeks van materialen die beschikbaar staan. Ik ga er iets sneller doorlopen, om niet te fel uit te lopen. Wat ik jullie nog wel wil tonen, is het volgende. Al het materiaal komt openbaar, dus zowel de opname als ook Q&A en de presentatie op Klassement. Patricia meldt van BookWidgets is nu gratis. Ja, BookWidgets is nu gratis, maar met de gratis tools die nu tijdelijk gratis zijn, willen we toch wel de tip meegeven of de opmerking meegeven. Besef, als je daar nu oefeningen in maakt en die volgend jaar nog wil gebruiken, dat je dan ook wel een licentie moet afnemen om die te kunnen blijven gebruiken. Dus dat is bij elke tool die op dit moment, die normale betaaltool is en op dit moment gratis is geworden, dat je die afweging moet maken. Dat je zeker moet kijken van wat zal mij dat kosten als ik het wil blijven gebruiken. Want ik denk dat nu is het heel veel digitaal uiteraard. We hebben een hele grote stap gezet de afgelopen weken. Het zou zonde zijn dat de stappen die nu gezet zijn volgend jaar in de koelkast gaan. Blijf dat gebruiken en maak ook die afweging voor jezelf van ja, is mij dat waard om dat bedrag volgend jaar te betalen. Ja. Om even terug te gaan naar Klassement. Als je daar naar het dossier gaat, wat te doen als de lessen niet doorgaan, of naar het dossier pre-teaching, maar hier vind je dat ook, van het moment dat je, en dan ga ik heel even mezelf aanmelden. Als je zegt van oké, ik geef les en ik wil hier weten over pre-teaching, dan kan je daarop klikken en kom je heel wat te weten over pre-teaching met ook diverse leermiddelen, wordt continu nog aangevuld. Maar belangrijk is ook als je zo een mapje hebt, bijvoorbeeld inspiratie waterspelletjes. Dat is een leerpad of een leermiddel liever. En je zegt van oké, ik wil dat nu nog niet verder gaan bekijken, maar misschien morgen. Als je een favoriet van maakt, dan komt dat bijkomend in je profiel te staan. Dus als je maakt favoriet, ik heb veel mappen, ik ga de webinar van vandaag nemen, bewaar, dan kan ik dat via hier, mijn favorieten, heel snel terugvinden en kan ik op die manier voor mezelf een lijstje aanmaken van nuttige leermiddelen. Als je komt in een onderdeeltje, zoals hier de lessen niet doorgaan en bijvoorbeeld activiteiten lager onderwijs, dan kan je hier klikken, meld nieuwe leermiddelen. Als onze collega-moderatoren zaken gaan toevoegen, de komende dagen, komende weken, dan krijg je telkens een melding dat er zaken aan toegevoegd zijn. En dan kan je het ook met die nieuwe zaken aan de slag. Dan moet je niet zelf gaan zoeken van, wat is er nu nieuw tussengekomen, waar kan ik iets mee gaan doen? Dan word je eigenlijk automatisch op de hoogte gebracht. Dus dat zijn toch wel heel goede nieuwigheden die onze programmeurs hebben voorzien. Een andere, die ook dikwijls zeer bekend is, of onbekend is liever, zijn de deelsites. Ben je leerkracht talen? En je zegt dikwijls, horen wij de feedback van, ja, maar Klassement is zo groot en ik vind dat niet allemaal. Dan zijn de deelsites dikwijls handiger. Bijvoorbeeld onze collega Tina staat in voor Lat Hoog voor Talen. Zij filtert al op voorhand op niveau voor talen. Dus als je gaat naar de Lat Hoog voor Talen, ga je merken dat daar heel wat mappen zijn. En dan kan je bijvoorbeeld voor het lager en secundair Nederlands NT1, dan heeft zij 10.246 leermiddelen. Maar je kan hier gaan aanduiden, bovenaan, ik geef les bijvoorbeeld in het lager onderwijs.
en ik wil iets van lezen, ja, dan zijn er nog veel. Verder door kan ik hier, als ik op lager klik, nog aanduiden ja, welk niveau dat ik lesgeef, de eerste of het tweede leerjaar, en zo verder. En op die manier gaat het gefilterd worden en kom je, in dit geval heb ik nu voor Buzo nog 506 leermiddelen, maar ik kan dat dan op sterk verminderen en op die manier sneller naar mijn resultaat gaan. Wat bestaat voor de laadhoog voor talen? Dat is niet alleen voor Nederlands, maar dus ook voor Engels, voor Frans zit daarin, voor Klil zit daarin. Collega's Lien, Jan en Davy, die hier alle drie ook aanwezig zijn, zitten achter ICT op klassement, waar zowel technische ICT-coördinatoren materiaal vinden als pedagogische. Dus ook handleidingen rond tools en zo vind je daarop terug. Iedereen telt mee. Zij is onze collega Nicolas, die vooral naar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften selecties gemaakt heeft. Ludo en Jamila voor STEM. Mensen die lesgeven in het kleuteronderwijs kunnen terecht bij klassement voor de kleuterklas, waar alles gefilterd is voor de kleuterklas. Dus al wat je hierop vindt, ga je ook op het grote klassement vinden, maar hier al specifiek voor jouw doelgroep. Oefen.be is alle digitale oefeningen, online oefeningen die op klassement komen, komen ook op oefen.be. Waarbij dat je kan linken naar, voor de leerlingen, waarbij ze ook niet moeten inloggen. Als je dan bijvoorbeeld zegt, ik ben leraar secundair onderwijs. Ik geef les in de A-stroom, eerste graad, en ik geef daar bijvoorbeeld chemie. Dan zie je twee oefeningen staan. Een flitskaart en een theorie en oefeningen, plasticsoep. Je kan die door op de link te klikken zelf bekijken, maar hier onderaan met het nummertje, oefen.be/ en dan een nummer. Als je die geeft via SmartCool, via Moodle, via Canvas, via Google Classroom, via SharePoint, maakt niet uit, kunnen leerlingen met die oefening aan de slag. Jij kan uiteraard niet weten welke leerling het gedaan heeft, wat je kan bekijken en zo verder. Ja? Dus dat is oefen.be. Ook binnen Toonet hebben we heel veel modules beschikbaar staan, waaronder die modules van Future Teacher, maar ook andere rond het meer pedagogisch-didactische. En Why Not is een omgeving voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld zetten elke dag nu een chat open waar er kan gechat worden tussen leerlingen, zowel textueel als met pictogrammen. Dus ga daar ook zeker eens kijken om aan de slag te gaan. Maar dat zijn dikwijls zaken die minder gekend zijn. Dus via de deelsites kan je daar mee aan de slag gaan. Ik zie ondertussen... Wat is het verschil tussen ICT en Toonet? ICT is ruim. In die zin, ICT is zowel het technische aspect van hoe installeer je bijvoorbeeld een printer, een router en zo verder. En ook het pedagogische. Toonet is eigenlijk meer ondersteuning naar leerkrachten toe. Niet alleen ICT-coördinator, maar meer naar leerkrachten toe. Dus wij geven, of eigenlijk bestaat Toonet uit... webinars organiseren, zoals vandaag, maar ook trajecten in scholen en centra, waarbij dat we een intake doen, kijken van ja, welk niveau is er, wat zouden we hier kunnen, welke competenties kunnen we verhogen. En dan komen we een aantal keren ter plaatse om sessies te organiseren face-to-face. Wij hebben ook een Moodle-beheerdersnetwerk. Er zijn heel wat initiatieven dat Toonet neemt, maar onze doelgroep is eerder alle leerkrachten en niet de ICT-coördinator zit eronder, maar niet als echte focus daarop. Ja. Dus de deelsites. Dan hebben we, en dat kan ik misschien ook beter live laten zien in plaats van op de slides, staat er wel in op de slides. Als je vragen hebt na vandaag, want nu kan je ze nog altijd stellen in de Q&A en ik zou jullie zeker uitnodigen om het daar te vragen. Maar stel dat je morgen of namiddag een vraag hebt, dan wil ik jullie uitnodigen naar ons forum. En ons forum staat op de homepagina bij Klassement. Stel je vraag en krijg hulp. Daar kan je heel wat vragen al terugvinden. En bijvoorbeeld, nu zie je hier een vraag rond praatbox en wachtwoord. Als je dat openklikt, kan je de vraag lezen wie de vraag gesteld heeft. En je kan zelf gaan antwoorden daarop. Hè. De bedoeling is om een meer samenwerking ook. Hè, wie, we zijn
Je kan ons apart bereiken, maar dan is het dikwijls één op één. Een forum is help mekaar. En zeker in deze tijden denk ik dat dat zeer handig is. Dat je weet dat mensen misschien met hetzelfde probleem zitten of dat het probleem hebben opgelost. Dus op die manier nodigen wij jullie uit. Als je vragen hebt na aanleiding van deze webinar of andere vragen gerelateerd aan leermiddelen, stel ze op ons forum geen les op school, voor deze periode. En dan proberen wij, maar ook jullie als leden van Klassement, daarop zo snel mogelijk een antwoord te geven. Ja. Ik zie in de Q&A, ik probeer aan de slag te gaan met Xerte. Je hebt onmiddellijk overzicht van wat. Onmiddellijk hangt af van de leeromgeving. Dus de bedoeling is dat leerlingen wel, als je met Xerte aan de slag gaat, op het einde een resultatenpagina toevoegt en dat ze die uploaden in bijvoorbeeld Smart Code Uploadzone. Ja. En dan heb je wel een overzicht wie wat geantwoord heeft. Als jij punten zet op je interactieve oefeningen, zie jij ook hoeveel punten, hoeveel tijd, hoeveel procent dat ze doorlopen hebben. Bijvoorbeeld ook, de bedoeling is ook dat dat nog uitgebreider wordt naar de toekomst toe. Dat daar eigenlijk een soort van dashboard uitkomt en dat je kan zien van, hebben ze een video bekeken of niet bekeken, helemaal bekeken, niet helemaal bekeken en zo verder. Dus als je nu bijvoorbeeld een video inzet en je werkt met de resultatenpagina, een video van 3 minuten, en je merkt dat zij... na 6 seconden weg zijn, dan weet je ook dat de video niet bekeken is. Ja? Christophe vraagt, kan je met gratis Zoom een webinar organiseren met vragen erbij? Je kan een meeting daarmee organiseren, geen webinar zoals deze. Maar je kan bijvoorbeeld wel je vragen doen via tools zoals Mentimeter of wat dan ook. Dus dat kan wel. Maar ik dacht niet dat in de gratis optie webinar kon gekozen worden. Stefan vraagt, zet je op smartphones? Goed duidelijk, worden filmpjes en video geschaald? Dat is afhankelijk hoe je het instelt, Stefan. Als jij video's erin zet, is het zo dat jij daar kan zeggen of aangeven of als zij geschaald moeten worden, afhankelijk van het device of niet. Dus best dat je dat wel doet. Het hangt ook heel sterk af van het thema dat je kiest, welke kleurencombinatie dat je gebruikt en zo verder. Dus dat is een beetje afhankelijk van hoe dat je het zelf maakt, hoe het bij smartphones overkomt. Maar het is HTML5, dus het is compatibel met smartphones, met tablets en zo verder. Nog vragen? Stel ze gerust in de Q&A. De vraag van Petra, Katrien. Had je die gezien? Ah, nee. Oh. Ik ben naast ondersteuning ook logopediste voor moeten tool end-to-end encrypted en Zoom is dat niet. Zoom is dat sinds dit weekend wel, maar ik weet niet de gratis versie, Petra. Dus het is wel zo voor de betaalversie, maar ik weet niet hoe dat het zit met de gratis versie. Dat zou moeten nagekeken worden. Want er zijn wel heel grote verschillen tussen beiden.